Minister Pralat Seudin van Landbouw, Veeteelt en Visserij, LVV, heeft een gemeenschappelijk akkoord bereikt met de personeelsbonden van SEAL en CVHAS. Het besluit houdt in dat de 30 snepperboten die door SEAL gecontracteerd zijn, bij SEAL zullen blijven aanmeren. De overige boten met een buitenlandse registratie zullen normaal bij CVHAS aanmeren. Een vereiste is dat CVHAS de kwaliteit van haar dienstverlening moet verbeteren, zodat afhandeling van boten binnen 3 dagen is afgerond. Boten die niet afgehandeld kunnen worden, zullen na inklaring en visitatie door de douane toestemming van CVHAS krijgen om op locatie van de verwerker te mogen lossen. CVHAS zal in overleg met de cliënten van het bedrijf ook werken aan meer marktconforme prijzen. Uit onderzoek blijkt dat bijna de helft van de snepperboten slechts een paar aanlandingen per jaar hebben. Hier wil de LVV-minister een eind aan brengen door de vergunningsvoorwaarden aan te scherpen. Door dit besluit kan Surinames export van redsnepper zelfs verdubbeld worden.